allerbelangrijkste is, kijk, stel je voor, het gaat even over een product wat in de supermarkt ligt. Mm-hmm. Waarom moet ik dat product kopen als ik voor het schap sta? Mm-hmm. Ja, tegenwoordig doet iedereen bijna hetzelfde, toch? Hoog in proteïne, laag in calorieën of less vet. Ja. Weet je, het is allemaal super interessant, maar waarom moet ik nou dat product pakken? Mm-hmm. Nou, alleen maar omdat ik dat vaak heb gezien. Mm-hmm. Omdat je top of mind bent gebleven bij mij. Ja. Dus als ik dingen zie op Instagram, ik zie het buiten in een bushokje. Hè? Dan kijk je misschien 2 seconden naar, nog niet eens. Maar dat, ik heb het wel gezien. Ja. En doordat ik het steeds vaker zie, zit je gewoon in mijn hoofd. Of ik het nou wil of niet. Ja. Dus als ik voor dat schap sta, dan denk ik, hey, dat komt me bekend voor. Dat pak ik het eerste. Mm-hmm. En dat is het allerbelangrijkste. En dat is ook wat ik tegen merken zeg. Het gaat om de kracht van herhaling. Je moet top of mind blijven. Ja. Weet je? En die influencers, die kunnen jouw verhaal vertellen op een authentieke manier. Mm-hmm. Tegen jouw doelgroep.